1. 2. Nee, wacht, 2. Komt ie. 3. 4. Jij bent echt. Zaterdag en ik voel me een stuk beter. Ik ben nog niet helemaal beter, maar ik functioneer weer en daar ben ik toch wel blij om. En we gaan er gewoon weer tegenaan, we gaan weer vloggen. Ik heb het eigenlijk best wel gemist, heel stom, want ik denk bij alles, pak mijn camera en dan merk je eigenlijk pas hoe leuk je het vloggen vindt. Alleen, ja, als je ziek, dan had ik alleen maar gevlogd. Ik lig nu hier ziek, ik lig nu daar ziek, ik voel me niet lekker. Ik denk, dan ga ik jullie gewoon niet aandoen die dagen lang. Ik ben bijna de deur niet uit geweest. Ik heb echt, denk ik, 85% geslapen. Ik had heel fijn het norovirus. Dus daar kan je echt heel erg ziek van worden. Maar goed. Niet 100% opgeknapt. Maar goed genoeg opgeknapt om weer de deur uit te kunnen. En me door het huis te kunnen bewegen. En weer te kunnen lachen ook. Want dat heb ik ook niet echt heel veel gedaan de afgelopen dagen. En ik heb de hele tijd, als je denkt, wat doet ze? En haar ergens. Daar is die. Deze leuke vriend. Die niet schuil bestelt. Ja, die zat aan mijn lip geplakt. En ik ga nu eerst beginnen met orde in de chaos scheppen. Want mama ziek betekent dat er heel veel in huis niet gedaan wordt. Dus echt, ja, het is gewoon, vind ik, een enorme puinhoop. En er moet hoognodig toch wel even een stofzuiger door en dat soort dingen. Dus daar gaan we vandaag maar dus mee beginnen. Nou, heb je dit helemaal zelf gedaan? Het vestje helemaal, dat vind ik wel leuk erbij. Oh. Dat is toch leuk erbij? Nou, geweldig. En je haar, je hebt een hele kroon van gemaakt. Ja, en een kroon. Oh, tuttebel. En een strik. Je bent een kleine tuttebel, wist je dat? Nu heeft tijd voor een onderbreking. Want mijn oud-klasgenootje die gaat trouwen vandaag. En haar ouders wonen hier vlakbij. Dus ze wordt zo opgehaald en we gaan even kijken. Ik ben heel benieuwd naar de jurk. Want vorige week zaterdag waren we op de verjaardag van Zeno. En daar was ze ook, dus ik heb alles een beetje gehoord. Zonder te weten natuurlijk precies wat. Dus ik ben wel heel erg benieuwd nu. Dus als Sarah de schoenen aan heeft, ga je dat nou doen? Dan gaan we er naartoe. Nou, dan gaan we samen. Ja, en ik stond er net al. Ja, joh, en toen was er niemand. Littertje zijn wel echt mooi. Ja, heel mooi. Heel mooi. We hadden het gewoon uiteindelijk bijna gemist. Maar we waren dus om 12 uur naar buiten gegaan. En toen was er nog niemand. Dus de vader van de bruid, mijn buurman, die liep er. En we vroegen, nou, zeker nog een half uurtje, zegt hij. En de andere buurman zei het ook. En er was echt verder echt nog helemaal niemand. Dus wij weer naar binnen. Ik denk, nou, dan gaan we over een kwartiertje, 20 minuten naar buiten. Dan zijn we er sowieso wel op tijd. En dat deden we dus. En toen waren ze dus al buiten. Dus toen was het opeens sneller gaan. Nou, je hebt dus net een heel klein momentje een soort van voorbij zien flitsen. Ik heb op een gegeven moment wel gelijk mijn camera weggedaan. Want ik weet niet of dat een beeld was. Maar ze hebben een babytje. En iedereen stond op een gegeven moment met zijn handen vol. En voor de andere kindjes te zorgen dus. En dus ik zei, nou, ik kan hem ook even vasthouden. Want dat was even makkelijker. En achteraf gezien kwam dat heel erg goed uit. Want daardoor had opeens iedereen zijn handen vrij en ging alles beter. Dus tot aan dat ze wegreden en dat de baby in de auto moest, heb ik met de baby gelopen. Maar ja, dan ga ik niet vloggend daartussen lopen. Dat vind ik ook niet handig met een baby van 6 maanden. Ik ga nu even het laatste opruimen, want het schiet niet op met 1 hand. En
dan even afmaken. Maar ik zal niet alles filmen wat ik in huis doe. Want dan wordt het wel een hele langzame vlog. Vanavond komen Sylvana en Mark eten. En dan gaan we ook nog even spelletjes spelen. Dus dat is gewoon heel gezellig. En dan pak ik de camera gewoon weer. Je hebt heel erg geluk. We zijn er met Sylvana. Sylvana is verstopt. Kikkeboe. En we zijn even snel kwartet aan het spelen. Want wat zijn de mannen aan het doen? Sarah. Aan het ijsjes halen. Ijsjes halen. Ik begin. Ja, begin maar. Sylvana, heb jij de wortel van Willy Wortel? De wortel van Willy Wortel. En welke kleur is die? Geel. Ik vind dat zo stom. Ah! Willy Wortel, die hoort gewoon oranje te zijn. Ja, toch? Ja. Best moeilijk, hè? Ijs eten en spelen. Je bent! Time for cut. Wie was er nou eerst? Twee handen zeker. Dat mag niet. Gewoon met één hand. Maar je moet het nou doen. Ja, wij laten ze zelf wel een klein kans op. Anders dan wint ze niks. Maar dan moet ik zeggen dat het goed slaat. Het helemaal nergens. Die dingen zitten soms zo in elkaar. Ik dacht dat hij hier stond. Ik vind het ook goed, hè? Ja, ik ook, hoor. Ja, komt hij eens, hè? Oh, wacht heel even. Nee, gewoon gelijk spelen. Heel verder. Komt ie, Sarah? Heel even. Deze kan je. Wel klein. Komt ie. Heel even. 3, 2, 1. Komt ie, Sarah? Nu, snel. Mama, ja, kan gebeuren. Dat is niet eerlijk. Onze zitten nu, Sarah. Die van ons zitten nu allemaal aan elkaar vast, op elkaar. En die van jou staan nu los, dus deze is sowieso voor jou. Ik denk dat jij deze sowieso gaat winnen. Heb je de blauwe? Hij ligt hier achter mij. Schuif de stoel dan wat dichter bij je ook bij de tafel. Ga er goed voor zitten. En daar komt hij, hè? Zit je er klaar voor? Zie. Nee, leg je hem op jezelf. Niet op de rest, alleen op je kaartje letten. Wij moeten hem nog loshalen, dus dat heb jij sowieso. Hey! Hey! Tot ziens! Oh, even in focus. Nadenken. Ja. Ben je klaar? Ja. Nee, ik was nog niet. Ja, Sylvana wint toch niet. Dus dat maakt niet uit. Ja, maar Sylvana kan wel lachen over jullie. Komt-ie. Jij kan ze wel op elkaar. Waar moeten ze van elkaar afhalen? Moeten ze een loszetten of aan elkaar vast? Oh. Was ze nou eerst zo? Ik denk zo. Nou, zitten wij hier vast. Laat ze los. Ze waren mag ook los. Ja, wacht, jij mag ook los. Nee. Sarah, ze heeft er nog geen één. Lekker. Nee, Sarah niet, maar ze waren wel. Weet je wat ik doe? Ik doe gewoon jullie man heel zien hier. Ik doe voor zo. Ja, zie je! Sylvana heeft zijn eerste kaartje. Sylvana, je kleur zit niet goed. Ik geloof nog ook hoor. Komt ie, Sarah? Dat is niet Sylvana tempo. Sarah, wij zitten nog vast, dus... Doe je zo wel. Ja, klaar? Hey, hallo, dat kost nog helemaal niet mee. Heel goed. Ja, maar ik ben echt gewoon op mijn kop. 1, 2, nee, wacht, 2. Komt-ie. 3, 4. Jij bent echt. Komt-ie. Sylvana is uit. Sylvana is bij 4 blijven hangen. Komt-ie. Sarah? 5,
6. 7. Ja, ik zit jullie nu in de gaten houden. 8. 9. Mama zei papa ook. 10. Hey! Nou, dat vind ik niet eerlijk. Nee, nou, dan moeten we allemaal naar huis. Savannah en Mark zijn weer naar huis en het was heel gezellig. Ze zijn nog best lang gebleven, maar ik heb op een gegeven moment de camera gewoon gelaten. Ik was thee aan het zetten. En ik ga nu even een videootje editen. Dat is ook alweer heel even terug. Ik heb vanmiddag, maar ik heb het helemaal niet verteld, een extra video met Sarah opgenomen. Die staat, als het goed is, online. Die is dan woensdag online gekomen. En we maken even een kleine reeks. Heb je hem nog niet gekeken? Het zijn hele korte video's. Het is eigenlijk een soort spelletje. Kijk dan vooral even. Ik zal even kijken of ik hem of hier nu ergens link. Of aan het einde van de video. Dat je even kan doorklikken. Zeker voor Sarah is het wel heel erg leuk als je even kijkt en reageert. Die heeft heel erg de best op gedaan. Ze vond het heel spannend om te doen. Zelf een video opnemen. Maar ik hoop, dat weet ik dadelijk, of die heel leuk is geworden. En daarna ga ik ook lekker mijn bedje in. Maar als ik hem online zet, dan kan ik hem wel zien. Dus dan kan zij hem morgen vast zien. En ze is natuurlijk zelf heel benieuwd hoe die is geworden. Zo'n hekel aan automatische updates. Dat was heel jammer, maar helaas. Maar ik heb de video dus nog niet kunnen editen. Dus morgen dan maar. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het een leuke vlog was. Laat natuurlijk een duimpje achter en klik even op abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je morgen. Doei doei!